Yo kijkers, welkom in deze nieuwe video. Ik ben Milan en het is weer een ouderwetse Beberen video, want ik ben hier brak van Kramrock gisteren. Hoor je misschien ook aan mijn stem? Het was een mooie avond, maar wij gaan vandaag naar Dessel toe, een amateurploeg. Normaliter zouden wij daarvan moeten winnen, maar goed, in de beker gebeuren wel eens vaker verrassingen. Ik ga snel doorlopen. Ik heb eigenlijk nog wel tijd, maar ik wil nog wat eten halen. Ik ben nu ruim op tijd. Ik ga weer met de bus mee, want Dessel is een beetje lastig ook bereikbaar met openbaar vervoer. Een paar dagen heel weinig slaap, dan begin je wel te voelen. Maar hopelijk overleef ik het vandaag gewoon lekker wel. Ik ga even kijken of ik een pokerpoppeltje kan scoren en anders ga ik dan aan de dailies of zo een broodje halen. Kan ook altijd nog. Het is een broodje met spek en eieren geworden en hij smaakt al goed. Op naar de welkom. En hier mijn oude middelbare school. Infrastructuur.
Let's go.
Mushiwaki! Let's go!
Infrastructuur. Dansen in de zon, baden in het licht, omarmen het leven. En zo is het 11:50. Er is nog één bus na Sint-Niklaas. Die komt heel laat aan Sint-Niklaas, echt om 38 of zo. Daarna nog in de klingen zien te geraken. Daarna nog naar huis fietsen en dan gaan we werken. Bijna elke zondag werk ik in de Prince of Wales Pub in Hulst, dus altijd welkom. Voor een koffietje in de ochtend of weet ik wel, voor een biertje in de middag. Of ook in de ochtend kan ook natuurlijk. Maar ja, dan gaat weer weinig slaap zijn. Dus zal de derde of vierde nacht op rij met weinig slaap. Maar kijk, dat doen we onszelf aan. Ja, mij zie je amper. Het is keihard aan het regenen. Het is 1:30 s'nachts. Ik moet nog naar huis fietsen. Vincent nog naar huis fietsen. Ik moet eigenlijk nog maar 5 minuutjes of maximum 8 minuten of zo, dus het valt allemaal wel redelijk mee. Ik ben er thuis morgen werken. In ieder geval, als ik ook mensen per ongeluk boos aankijk vandaag. Ik was niet boos, ik was gewoon enorm moe van krammelijk gisteren. Het heeft me wat energie gekotst. Maar het was wel een leuke wedstrijd, dat vind ik een beetje raar om te zeggen, maar het was een spannende wedstrijd. En het had eigenlijk niet mogen gebeuren. Normaliter tegen Dessel, ja, die had je echt wel minimum met gewoon 3-0 moeten winnen. Tenminste, qua spelbeeld vandaag was, zou dat niet verdiend zijn, maar normaliter van tevoren zou je zeggen van dan moet je wel eventjes winnen als Beveren zijnde. Je speelde ook niet echt per se met je allerzwakste opstelling. Goed, er waren misschien wel mensen niet, zoals Jansen en zo. Of Jans, sorry. Maar goed, maar ja, normaliter zou iedereen het wel mee eens zijn. Het had veel beter gemoeten. Het was enorm spannend. Ik vond het weer leuk om erbij te zijn. Vandaag kan ik helaas niet bij zijn, want ik moet werken. En normaal dacht ik dat ik tegen Genk was het volgende week of zo. Dan ben ik er ook niet bij, want dat is op een zondag. Dan moet ik ook werken. Dus fun. In ieder geval, het was waarschijnlijk weer heel wat blurwerk geweest vandaag. Want het was ook niet echt de meest fijne tribune om natuurlijk te filmen. Zonder te veel mensen in beeld te brengen. En dan kon je ook nog je handen niet wassen of zo bij het toilet. Het was niet per se heel geweldig. Oh ja, de bekers vulden dus ook niet volledig. Blijkbaar, het schijnt, want iemand ging dan iets halen van mij. En ze hadden de cola niet volledig gevuld. En die zei, oh ja, ik dacht ik ga het gewoon zo geven. En als die er niks van zegt, dan prima. En anders wil het wel bij. Maar op zich wel oké, het was leuk. Ik had wel meer volk verwacht. Want ze blijkbaar, had ik gehoord van de steward, dat hun minder dan 300 supporters zouden verwachten. Dat vind ik enorm weinig. Zeker voor een amateurclub is het eigenlijk een van de wedstrijden van het jaar. Een profclub op bezoek. Ik weet dat bij Hoek komt er standaard bij een gewone wedstrijd wel minimum 500 man al kijken. En als je dan de derby speelt, is het al richting 4000 man of 3000, 4000. En bij een bekerwedstrijd tegen een profclub zou het ook al richting de 3000 man zijn. Goed, misschien is Dessel wat kleiner, maar normaliter zou je echt wel meer dan 300 man moeten trekken. Wij waren zelfs gewoon met meer uitsporters. Maar kijk, kan gebeuren. In ieder geval bedankt voor het kijken. Like, abonneer, join eventueel de Discord server als je daar allemaal zin in hebt. Volg me eventueel op Instagram, echtinmilan.nl. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Heb jij zin om in een appgroep te komen voor beversporters die in Nederland wonen? Laat het me even weten, stuur een berichtje. Ja, daar heb ik niks meer te zeggen. Tot de volgende wedstrijd. Het zal misschien even duren, want ik kan op zondag niet bij zijn. Dus Genk, zal ik waarschijnlijk wat overslaan. Maar hopelijk werk je weer zo snel mogelijk bij. Tot de volgende video. Joejoe. Later.